In de vorige video hebben jullie kunnen zien hoe wij zijn begonnen aan onze bizarre fietschallenge. Binnen 3 dagen vanaf de Domtoren helemaal naar de Eiffeltoren fietsen. En in de vorige video zijn we geëindigd net voorbij Gent bij een hele mooie brug waar ik moest wachten. En voordat we daarheen gaan wil ik jullie even allemaal vragen om te abonneren hier beneden op mijn YouTube kanaal. Want meer dan 70% van jullie is niet geabonneerd. En als je nou meer van dit soort vette challenges wilt zien, zorg dan dat je geabonneerd bent. En dan gaan we nu naar het punt waar we in de vorige video geëindigd zijn. Dat duurde een kwartier. Ah, we kunnen weer. Daarin hadden we best wel wat kilometertjes kunnen maken, maar valt niks aan te doen. We hebben er alweer een tijdje op zitten. Iets meer dan een uur hebben we gefietst vanaf Gent en van een chille weg. Ja. Waardoor we echt heel lekker konden doorfietsen. Ik heb bijgehouden hoeveel kilometer wij in 1 uur hebben gefietst. Wat denk je dat we hebben gefietst? 23. 24,4 kilometer in een uur. Dus dat is echt nice. Dus als deze mooie jongen de batterij het volhoudt. En dan hopen dat we vandaag in de plaats aankomen waar we een hotel hebben geboekt. Want dat is ongeveer 180 kilometer, iets meer. Als we elke uur 24 kilometer zouden fietsen, dan doen we er 7,8 uur over. Dus laten we gewoon voor die 8 uur gaan. Dat redden we makkelijk. Dus het gaat tot nu toe goed. Wel heel veel pijn aan mijn billetjes. En mijn knietjes die doen pijn van gisteren. Niet fijn. Let's go, we gaan doorfietsen. Eén ding is een klein beetje vervelend. Mijn fiets gaat zeg maar 24,5 km per uur. En die van Mees gaat 25,2 of 3 of zo. Dus Mees is altijd net een stukje verder dan ik. Dus ik moet of soms een beetje mee gaan trappen, zodat ik Mees kan bijhouden. Of Mees moet af en toe een beetje afremmen en dan kunnen we een beetje samen fietsen. Maar we zijn heel goed op weg. Ah! Oh, dat is zo'n pijn, hè. Oh, mijn billen. We fietsen nu op best wel een vette locatie langs het water. En we moeten nu 21 kilometer rechtdoor langs het water fietsen. Hoeveel? 21 kilometer. Ja. Ik weet het er wel bij, want het is niet echt een hele goed geasfalteerde weg. Maar ik denk dat we na die 20 kilometer weer even pauze houden. Hoe is dat? Zie jullie bij de pauze. Tussenstop. Ik ben helemaal kapot. Ja, we zijn gesloten. We zijn echt helemaal kapot. En zelfs mijn fiets is kapot, want die heeft gekozen voor om hier te gaan liggen. Ik ga ook even hier liggen. Want ik ben dood. We gaan het wel halen. Hopen dat mijn batterij het nog voor 20 kilometer volhoudt. 30 bedoel ik. Dan zitten we over de helft. We zitten al bijna over de helft. Maar dan zitten we echt officieel over de helft. Hopen dat we vanavond bij het appartementje komen. Anders moeten we even kijken hoe of wat. En dan gaan we deze challenge gewoon keihard halen. Schaal van 1 op 10. Hoeveel kan je nog aan? Let's go. Het is weer tijd om te gaan. We knallen dit. Dit wordt een lange rit, maar we gaan ervoor. We hebben straks allebei nog een reservebatterij. Dus als het goed is, zouden we vandaag het moeten kunnen redden. Moeten kunnen. Oké, let's go! Ik ben vergeten aan te zetten. Ja, we kunnen weer. Fysiek heb ik het meeste pijn. Mentaal gaat wel lekker. Bij Bo is het andersom, wat een stukje moeilijker is. Omdat als je mentaal niet zo lekker gaat, kan je fysiek natuurlijk ook niet positief blijven. En dan voel je het heel erg. Hopen dat het straks weer wat beter gaat bij allebei. Maar ik denk dat dat wel goed moet komen. Let's go, een stukje fietsen. We zitten nu net over de 60 kilometer heen voor vandaag. Dat betekent dat we op 1/3 deel zitten van wat we vandaag moeten doen. En ik moet zeggen, ik heb nu een punt bereikt dat ik er geen zin meer in heb. Ik ben helemaal kapot. Nu ook mentaal, waardoor het fysieke dus even gewoon niet meer gaat. Ik moet het nog even doorzetten. Ik heb nog 2 streepjes. Dat betekent dat ik straks ook, moet veranderen. Batterij. We zitten bijna op de helft van het totale. Dus bijna op de helft van de hele trip. Dus dat is top. Dat voelt natuurlijk hartstikke goed. En we zijn bijna in Frankrijk. Dus waarschijnlijk zijn we op de helft van de trip als we in Frankrijk zijn. En voor jullie duurt dat niet zo lang, want dat doen we zo. En we zijn bijna in Frankrijk, want kijk hier. Het wordt Frankrijk. Bo? Aan jou de eer. Jij mag als eerste in Frankrijk stappen. Ik weet niet hoe ik me voel bij zoiets, weet je. Ja, stap. Yes, let's go. En nu ik.
We zijn helemaal naar Frankrijk gefietst. Of nou ja, de fietsen staan nog daar, maar we gaan zo meteen daarheen fietsen. En dan zijn we er. Let's go. Dan nog 80 jaar. Bro, ziek. Mijlpaal 2 is in ieder geval gelukt. En nu nog mijlpaal 3, de Eiffeltoren in Parijs. Let's go. En we fietsen Frankrijk binnen. Oh, dit lekker, bro. Woo! Yes. Ah. Oh. Dit is zo ziek eigenlijk, dat dit ons al is gelukt. Dat is echt niet normaal. Echt trots op ons. Ook heel erg trots op Bo. Ondanks dat hij hier heel erg tegenop kijkt, doet hij het gewoon met me mee. Echt legend. Legend for life. Oh, klein stukje fietsen naar het eerste dorpje. En dan daar even batterij verwisselen, want mijn batterij is eigenlijk al zo ongeveer leeg. Maar het is nog maar 1,8 kilometer. Dus dat red ik makkelijk. We zijn net aangekomen in Frankrijk. Het eerste, het beste dorpje zijn we even gestopt. Om de mooie accu te vervangen. Dat betekent dat we weer een hele verse accu hebben. Nou, in ieder geval ik. Bo die heeft nog een halve andere accu. En dan nog een verse accu. Dus als het goed is, zouden we het helemaal moeten redden. Naar het plaatsje waar we heen gaan. Tussendoor nog even kort stoppen om wat te eten. En te rusten voor de biddetjes. Let's go, we gaan dit doen, bro. En we waren natuurlijk in België. En in België zijn er al minder fietspaden dan in Nederland. En nu zijn we in Frankrijk. En komen we natuurlijk dit tegen. Ja, dit is echt... Ah, relaxed. En dit is nog een voorbeeld van Frankrijk. Dit is onze fietssituatie. Totaal niet ideaal. Dit is echt... Doe dit alsjeblieft niet na. Het is al aardig donker en ik ben zo blij dat er hier fietspaden zijn. Als iemand mij een paar jaar geleden toen ik nog fiets had gevraagd... Mees, ga je ooit blij zijn met een fietspad? Had ik gezegd nee. En nu 100%. We gaan nog eventjes het einde knallen. Let's go. Bro, ik krijg gewoon bijna een kat aan en hij deed het echt zelf. Oei, joh. Licht. Holy moly. Wat ben ik blij dat ik licht zie. Eindelijk licht houden. Holy shit, ouwe. Het is de volgende dag. En je vraagt misschien, Mees, wat is er gisteren allemaal gebeurd? Nou, dat kunnen ik en Bo jullie heel goed vertellen. Want gisteren was niet zo heel chill einde. Gisteren was echt... Het was echt heel naar. We hebben echt, ik denk 30 kilometer lang langs het water gefietst. Pikken donker. Echt in the middle of nowhere. Op echt... alleen maar hobbels. Dus je kon het ook super veel pijn. En het was echt pas na 30, 40 kilometer had je weer een dorpje. Het was echt heel naar. Je moest pijn houden. Ja, same. Het was echt niet chill. En we moesten ook langs de weg fietsen die pikdonker was. Met elke keer auto's keihard erlangs. Ook niet chill. Maar die auto's gaan wel goed om je heen. Ja, ze gaan heel goed om je heen. Ja, dus ze dat zijn is wel echt gewend. En nu is het dag 3. De laatste dag. We gaan vandaag met volgens mij ietsjes meer naar tussen 90 en de 110 kilometer moeten we nog. En dan zijn we eindelijk bij de Eiffeltoren in Parijs. Let's go. Dus laten we. Ik wil gewoon naar huis. Ah, hij wil naar huis. Echt heel graag. Dat snap ik. Laten we naar de fiets gaan. Woe, we zijn onderweg. 100 kilometertjes plus minus. En dan zijn we eindelijk bij de Eiffeltoren. Dan is deze challenge keihard gehaald. We hebben allebei knijterveel pijn. Maar we pakken door die pijn. En we gaan het gewoon halen. Let's go, we nemen jullie mee. Het gekke in Frankrijk is gewoon dat je gewoon letterlijk op de weg fietst. Maar zoals ik net al zei, iedereen houdt wel rekening met je, dus ze gaan echt wel goed om je heen. Alleen het voelt gewoon heel raar. Het is gewoon eigenlijk alsof je hier niet mag fietsen, weet je. Alsof je echt iets illegaals aan het doen bent ofzo. Oh ja! Let's go! Zoveel zin in om dit te beëindigen. Oh, echt een rare puur, man. Ja, maar dat komen we nu ook wel doorheen. Hoor. Dat ik ga gewoon lekker fietsen. Ik merk nu ook gewoon, omdat het de laatste dag is, dat ik eigenlijk best wel zin heb om gewoon lekker te fietsen. En dat de pijn ook minder irritant is, omdat je denkt, oké, dit is de laatste dag. Ik hoef alleen nog maar dit door te komen en dan zijn we er. Dus ik denk dat het vandaag best wel makkelijk gaat lukken, die 100 kilometer.
miste net het bord, maar we zijn weer uit het dorpje. En nu hebben we echt gewoon dorpje eruit, stukje land zoals dit. Super chill, heel makkelijk om te fietsen. Het is zondag, dus het is ook relatief rustig. Parijs wordt denk ik wel wat drukker, maar dit is wel relaxed. Relaxed om zo te fietsen. Dit is toch wel weer next level. Kijk die berg, zo'n grote berg. Bo gaat voor snelheid. De GoPro was even leeg, maar we zijn al iets verder gelukkig. We hebben even opgeladen aan de powerbank. We moeten nog een klein stukje. Let's go! We hebben inmiddels al meer dan 30 kilometer gefietst. Volgens mij 34 om precies te zijn. We gaan nu nog een stukje van 28 kilometer doen. Waarschijnlijk moeten we tussendoor nog eventjes onze accu's verwisselen. En dan hoeven we nog maar 39 en dan zijn we bij de Eiffeltoren. Holy moly. Dit wordt een goede afsluiting, want we gaan het vandaag easy halen. We gaan nog eventjes knallen. Hou je het nog vol? Ik hou het zeker vol, ja. Op een of andere rare manier doet mijn kont minder pijn dan gisteren. Want gisteren, ik weet niet, maar gisteren was ook gewoon mentaal een stuk zwaarder. Want je dacht, ik moet gewoon iets van 180 kilometer fietsen en ik bereik niks. Want ik moet de volgende dag nog een keer. En nu is het van, oké, weet je, we zitten nu onder die 100 kilometer. En als we dat hebben gehaald, dan zijn we gewoon bij de Eiffeltoren. Ja, klopt. Let's go. Knallen. En we zijn weer onderweg. Nice. Bo achter mij. Ik voorop met de route. Anderhalf uur tot onze volgende stop. En dan nog maar 40 kilometer. En dan zijn we er. Woe. Dat is weer een dorpje uit. En nu even een grote klim. Let's go! Deze trip hebben we wel veel mooie dingen gezien die je normaal tijdens een trip niet ziet. Want dan ga je natuurlijk over de snelweg. Dit soort vette dorpjes. En niet alleen hier, maar ook in België en Nederland. Het is wel een avontuurtje met veel mooie plekjes. Je hebt alleen wel heuvel na heuvel na heuvel. Dat is niet zo goed voor de batterij. En kijk eens waar we nu fietsen. Dit zegt de Arilex. Gewoon zo ongeveer op de snelweg. Holy moly. Dat was leuk, hè? Ja, we moesten gewoon langs allemaal auto's op de snelweg. Ja, wie bedenkt het nou? Nou ja, gelukkig hebben we een weggetje binnendoor gevonden. Dus kunnen we gewoon lekker doorrijden. De batterij is leeg. Dat betekent de allerlaatste accuwissel voordat we gaan aankomen bij de Eiffeltoren. Nog 10 kilometer naar onze tussenstop. En dan nog 39 kilometer naar de Eiffeltoren. En dan hebben we deze chase gewoon gehaald. Daar fietsen wij gewoon langs, hè. Hup, dicht. Sleutel eruit. En we kunnen naar de tussenstop en dan naar de Eiffeltoren. Ik zie jullie bij de tussenstop. En we zijn bij de laatste tussenstop. Dus... ja, oh, het is ook zo moeilijk om iedere keer adem te halen, want het is echt ook een beetje cardio. Maar het is nu nog 40 kilometer. Ja. En dan zijn we in Parijs, dan zijn we bij de Eiffeltoren. En dan is de missie geslaagd. Let's go. Laatste kilometertjes. We gaan er keihard tegenaan, volledig hard trappen. Ik vind het een leuke challenge. Misschien kunnen we voor de grap niet meer zeg maar de motor gebruiken en gewoon zo gaan fietsen nu. Is dat niet grappig? Ja, ook bij mij. Dan ben ik heel moe en dan zeg je gewoon salto's. Laten we dat maar niet gaan doen. We gaan fietsen. Laatste kilometertjes. De laatste 40. Woe! 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 Dit kan toch niet? We kunnen toch niet daarheen moeten? Wacht. Ja, we moeten volgens dit ding echt toch echt wel daarheen. Ja, laten we het gewoon doen, fuck it. Ja, we kunnen maar op één manier achterkomen. Huh! Wat is dit? Deze kant heeft niet staan. Dat is echt fucking heftig. We staan even 2 seconden stil, omdat mijn telefoon leeg was. Dus dan kan Bo eventjes de weg wijzen. En we kunnen vanaf hier Parijs stad zien. Jullie kunnen niet zoveel zien, want het is vanaf een GoPro. En ik ben benieuwd vanaf hoe ver we de Eiffeltoren al kunnen zien. Ik denk dat ik hem zie, maar ik kan het dus niet zeker weten. Ja, het is wel echt fijn dat je het gewoon kan zien, man. Ja. Je wil niet weten hoe kapot ik ben, man. We gaan nog een laatste stukje fietsen. En dan zijn we bij Parijs! Woehoe!
Nice. Sinds ik Parijs zie, ben ik alleen maar aan het glimlachen. Ik heb geen muziek op, ik ben gewoon aan het dansen. Hoe mooi is dat? En Bo zit ook lekker te viben, alleen dan op muziek. Ik weet nou niet of we nu al in Parijs zijn, maar we fietsen wel al door allemaal wijken heen. Dit is volgens mij industrieterrein en verderop zie ik allemaal flatgebouwen. Maar we blijven lekker fietsen. Voor mij is het nog minder dan 15 kilometer en dan zijn we gewoon bij de Eiffeltoren. Wat reisdood. Ja, en precies op een berg. Mijne is nog met één streepje. Maar ik ga ook gewoon uit. We gaan de laatste 5 kilometer met elkaar knallen. We laten niemand achter. Ik ga niet met de elektriciteit als Bo dat niet heeft. Let's go. De laatste 5 kilometer. We got this. Kom op. We zijn er bijna. De straten van Parijs. Hoe nice. We zien de Eiffeltoren. Dit is insane. We worden ook echt bijna aangereden om de minuut. Overal, ja. Nog 1 kilometer en daar achter is hij. Oh, daar is hij. Tour Eiffel. Bro, ik sta aan het eind van deze straat. Niet te doen. Niet te doen. De Eiffeltoren. Holy moly. Oh. Lekker hoor. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald. We staan er. We staan er bij de Eiffeltoren. Het grappige is, niemand die hier loopt weet dat wij dit fucking end hebben gefietst. Iedereen heeft gewoon, oh, wat raar dat ze zo blij zijn dat ze naar de Eiffeltoren gaan. Kijk wat voor een plaatje. Ben ik moe? Ja. Was het waard? Nee. Nee. Dit kunnen wij later aan onze kleinkinderen vertellen. Ja. Ik denk ook niet dat ze het geloven. Ze van ja, opa, ga maar rustig zitten. Ja. Ik mijn eigen fiets gewoon verkopen. Ik ga niet meer fietsen ooit. Nooit meer? Nooit meer. Nee, dat snap ik wel. Nou, we hebben echt keihard gestreden. Vooral de tweede dag was echt bizar heftig. Vooral omdat we gewoon echt een vervelende weg hadden. Ja, zo. En de batterij was leeg op een gegeven moment. Ja, ook. Dus dat was echt niet chill. Alles doet pijn ook. Check. Dit. Ik kan niet geloven. En we stonden 3 dagen geleden nog bij de Domtoren. Hoe lijp. Ik hoop dat jullie deze challenge keihard vonden. We hebben ons helemaal uit de naad gewerkt. Zorg. Zorg dat je niet vergeet te abonneren. En vergeet niet een likeje achter te laten. En een comment van wat voor een zieke challenge wij de volgende keer moeten doen. En dan checken Bo en ik jullie bij de volgende video. We staan hier bij de Eiffeltoren. En we zeggen later. Maar ik zie al best wel veel Eiffeltoren staan, dus ik weet niet naar welke we moeten. Al die dingen.